Diergaarde Blijdorp is nog steeds de meest druk bezochte attractie in Zuid-Holland. Het bezoekersaantal bleef vorig jaar met ruim 1,5 miljoen min of meer gelijk. Museum Boijmans van Beuningen is het drukst bezochte museum van Zuid-Holland. Nieuw in de top 25 zijn onder meer het Maritiem Museum in Rotterdam en de bezoekersmolen bij Kinderdijk. De 70-jarige automobilist uit Nieuwmansdorp die gisteren zwaar gewond raakte bij een ongeluk is overleden. Dat meldt de politie. De man botste gisteren aan het begin van de middag frontaal op een boom. Waarschijnlijk nadat hij achter het stuur onwel was geworden. Het ongeluk gebeurde op de Middelsluisdijk Oostzijde bij Nieuwmansdorp. De automobilist werd met ernstig letsel naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht, waar hij gisteravond is overleden. Twee fietsers zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Kiewitsweg in Ridderkerk. Een echtpaar stak rond 7:30 de weg over en werd geschept door een auto. De man liep schouderletsel op en zijn vrouw verschillende kneuzingen. Beiden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. De bestuurder was onder invloed van alcohol. De dag begint vandaag bewolkt, de meeste plaatsen wel droog. Maar gaandeweg de dag krijgt de zon steeds meer de ruimte. Vanavond is het zonnig en dat bij temperaturen rond een graad of 18.